Hi, Laura. Hi. Welkom. Dankjewel. Ga lekker zitten. Wat is uw mooiste sportmoment of sportervaring? Mijn allereerste survival run een paar jaar geleden in Steenbergen. Het was een winterdag, het was koud en ik was een paar keer door het water geweest. Dus ik was eigenlijk helemaal op. Maar toen hebben mijn teamgenoten en ik hebben toch elkaar over de finishlijn geschreeuwd. En voor mij was dat gewoon een heel mooi van hoe sport kameraadschap kan brengen en kan verbinden. Hoe kan sport Brabant sterker maken? Sport brengt mensen samen. Of dat nou op het voetbalveld is, na afloop in de kantine of op de tribune van een evenement. Dus ik denk dat sport een prachtig bindmiddel kan zijn voor onze Brabantse samenleving. Waar zou de provincie vooral moeten inzetten als het gaat om het ondersteunen van sport in Brabant? Als provincie zouden we daarvoor denk ik vooral moeten inzetten op het zo inrichten van onze buitenruimte dat sporten heel laagdrempelig wordt. Bijvoorbeeld via brede fietspaden of veel groen. En daarnaast zou de provincie sportclubs kunnen helpen met verduurzamen, zodat de energierekening omlaag gaat en dan uiteindelijk ook de contributie omlaag kan. Welk resultaat zou u op sportgebied na 4 jaar bereikt willen hebben? Ik zou heel graag zien dat elke Brabander die dat wil, ook aan sport kan doen. Dat is ongeacht leeftijd, ongeacht beperking en ongeacht de omvang van je portemonnee. Nou Laura, dan wil ik je graag bedanken voor je komst.